Yes, welcome back. Dames en heren, mag ik jullie aandacht? Jullie kunnen straks sowieso nog verder netwerken. Mijn excuses. Voilà. Duimpje. Voilà, het is in de pocket. Onze volgende sprekers weten dat de beste ideeën uiteraard komen op een zondagavond na een heerlijke barbecue, lekker warm weer, met hun beste maat en een goed glas rode wijn. En voor Zuidwesten hadden ze in Olderhand een eclair met cheesecakevulling en Cuberdonsnippers en waren ze aan het lunchen, in een wassalon. Jury en Dries, partners in Work and Life, die hebben uiteraard Chez Claire en de Wasbar opgericht. Ik vond de stel jullie wel bekend. Ik zie heel veel geknikkende gezichten, super. Na het verkoop van deze succesverhalen hebben ze zich, op dit moment zijn ze zich aan het focussen op hun agency, De Jongens, waarin ze andere merken helpen met concepting, met branding en customer experience. Zij nemen jullie graag mee in het verhaal van opmerkelijk idee naar een geniaal concept. Mag ik een daverend applaus voor deze twee enthousiaste heren, Jury en Dries. Hoi, goedemiddag allemaal. Wijs dat jullie allemaal zijn blijven zitten. We hadden het er juist nog achter het podium even met Jonas over. En hij zei veel cijfers. Hij zei van, ja, moest je zo cijfers hebben? Dat zouden ze ook wel zeggen, pijs ik. We gaan het vooral niet hebben over cijfers vandaag. We gaan het even over ja, concepting en branding en noem maar op. Ja, ze hebben ons schoon geïntroduceerd vandaag. We werken op dit moment als consultant. Wij helpen andere merken met het bouwen aan een merk, met branding, customer experience. Het zijn natuurlijk allemaal dingen dat we niet alleen gelezen hebben of dat we hebben opgezocht op internet. Het zijn dingen die we vooral geleerd hebben uit onze eigen verhalen, met vallen en opstaan, zoals dat schoon gezegd wordt. Het is vooral begonnen in 2012 met Wasbar. Dat was, wij woonden heel klein, we gaan het een beetje kort houden vandaag, dus we gaan ons proberen ook een beetje te beperken in hoe ver we jullie meenemen. Maar even een intro, wij woonden heel klein, we hadden geen plaats voor een wasmachine. Elk weekend naar mama met de was en achter de was. En toevallig had mama dan ook gekookt, dus moesten blijven eten. En zegt ze, hey, moet je niet nog een keer bij oma binnenspringen, het is toch lang geleden. Dus wij een hele zaterdag kwijt, dan kwam de 's avonds thuis, hij hen terug met uw was. Of dat dacht je toch, want dan bekijkt die nog was, zit naar soutiens van uw maat tussen, onderbroeken van uw pa en uw kleren liggen nog in West-Vlaanderen. Dus we waren aan het denken op een bepaald moment effectief met een glas wijn ook op dat moment, of iets sterker, ik weet het niet meer. Dat moet toch beter kunnen. En dan zijn we beginnen dromen en uiteindelijk moesten we nu, ondertussen in de 30, toen nog prille twintigers, moesten wij nu met zo'n idee ophoppen. Ik weet niet of we onmiddellijk zelf de sprong zouden durven zetten. Want het was nogal een beetje een circus, maar daar komen we straks op terug. Uiteindelijk hebben we dat in 2015 na 3 vestigingen kunnen verkopen aan een grotere groep, aan Top Brands, de groep die in België ook de franchise heeft op Pizza Hut, op Boulangerie Paul, nu ook LS Gourmet Burger, noem maar op. Dus mensen die eigenlijk ons idee breder kunnen gaan verspreiden in België en in het buitenland. Ja. En dan hebben we 2015 verkocht en dan hebben we eigenlijk in 2018 zijn we op het idee gekomen van Chez Claire. Een patisserieconcept met één product, juste eclairs, in 13 verschillende smaken. Maar ik zal het anders in het volgende filmpje uitleggen. Allee, niet zelf uitleggen, maar laten uitleggen. Dan zijn jullie subiet mee. Iedereen kent wel een eclair. Dat is het eerste patéke dat je als kind krijgt van je grootmoeder. Maar je kunt er creatief zo ver mee gaan ja, dat ons echt wel een leuk idee leek om een schone saus van branding, marketing en een merk rond te bouwen. We hebben nu een vast aanbod van 13 eclairs. Wij vergelijken het altijd met zo'n boutique van luxe handtassen of zo. Als je daar passeert, wordt je aandacht wel even getrokken, meestal door het interieur of de etalage. En wij willen zo'n beetje naar datzelfde gevoel op zoek, maar we willen er wel ook voor zorgen tegelijkertijd dat iedereen wel binnen kan komen, wel een product kan kopen en ook met een schone verpakking naar huis kan gaan. In dit geval zit er dan geen luxe handtas in, maar een schone doos met lekkere eclairs. Laat het jullie smaken. Dankjewel. Bij Chez Claire willen wij het liefst van al mensen 15 minuten laten genieten en ja, even niet te moeten, maar een keer te mogen.
We hebben van Chéclair hebben we vorig jaar 3 vestigingen geopend. We hebben Antwerpen, Gent en de luchthaven van Brussel geopend. En we hebben dat in februari dit jaar verkocht aan La Lorraine. 1 dag voor onze eerste verjaardag. Omdat wij dat vooral heel fijn vinden om concepten te maken. Maar we komen daar zelfs op terug. Nu, waarom zijn we hier vandaag? Allee, waar hebben ze ons gevraagd? We hebben heel veel fouten gemaakt. We zijn keihard met onze kop tegen de muur geknald. We hebben ook goede dingen gedaan. En we hebben er vooral heel veel uit geleerd. En die learnings hebben we proberen te bundelen. Ik weet niet of dat 100% goed gelukt is, maar proberen te bundelen in 10 main learnings. En die gaan we delen met jullie vandaag. Ja, een van de belangrijkste, en dat leunt heel hard aan bij ons, en dat is beautiful things make people happy. En het valt gewoon keihard op dat de schoonste producten ook de producten zijn die eigenlijk best verkopen. En dat zijn ook de producten die zonder probleem aan veel geld verkocht worden, omdat ze ook gewoon schoon zijn. Nu, ja, achter mij staat nu een frigo, dat is een smeg. Dat spel kost waarschijnlijk 4 keer zoveel dan de goedkoopste frigo dat je kunt kopen in de Aldi of in de Lidl. Maar toch is dat een van de best verkopende koelkasten op dit moment, omdat het gewoon vreesschoon gemaakt is. Je hebt, ja, natuurlijk, het is niet moeilijk, hè, telefoons. Als je kijkt, als je de best verkopende telefoons van 2019 intypt in Google, ja, dan kom je eigenlijk sowieso nog altijd op Apple iPhone uit of op de Samsung Galaxy. En dat zijn toevallig de 2 telefoons die het meest smooth zijn van design, waar er het meest budget gekropen is in productontwikkeling, in design en in packaging. Dus we hebben geprobeerd om dat ook door te trekken in Chéclair bij ons. We hebben er heel veel aandacht aan geschonken om te zorgen dat die producten naast lekker ook vooral gewoon vreesschoon zijn. En dat mensen dat graag kopen en dat ze dat kopen als een cadeauke. En dat je een smile on the face put als je dat aan mensen geeft als een cadeauke. Iets tweede dat we geleerd hebben, dat was to keep it. We konden maar 3 really zetten. We zouden er eigenlijk 300 willen zetten. Keep it really, 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 puntje, 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 simpel. Als je ziet, nu vorige week nog in The Guardian, als we naar de volgende slide gaan, vorige week nog in The Guardian in Berlijn, zijn nu de hyper-specialist shops aan het openen. Dus beenhouwers die zich toespitsen op 2, 3 producten en niet meer. We zien dat al een tijdje in de States, maar dat wordt nu ook in Europa wel belangrijker en belangrijker. Vlaanderen is daar nog niet 100% klaar voor. Dat wil erom niet zeggen dat je ook 1 op 1 moet kopiëren wat er in het buitenland gebeurt, maar het kan wel een input geven om je product of om je bedrijf even een focus te geven. Omdat wij hebben ook gemerkt dat focus heel belangrijk is. Toen dat wij aan Wasbar gestart zijn, zoals ik daarnet gezegd, dat waren wij prille twintigers. Toen kon alles, hè. Dan doe je maar en dan denk je van oké, wassen na je werk en dat wil iets kunnen drinken, wil iets kunnen eten. Maar misschien een kapper, dat kan er misschien ook wel nog bij, want anders moet je of verlof pakken of de zaterdagochtend gaan aanschuiven in de lange rij op een van je weinige vrije dagen. Dus waarom niet 's avonds, terwijl je was in zit en hebt al gegeten, bam, alles in één keer. Ik dacht ook, oké, studenten, dat is ook misschien nog een doelgroep. Dus wat doen we? We laten die studenten ook optreden. We geven die een platform. De donderdagavond in Wasbar, Wasbar on stage met de Hense Feesten, Kate Ryan, Kato, noem maar op. Allemaal heel maf, hè? Maar we zijn nu 7 jaar verder en nu beginnen mensen eindelijk te snappen wat dat Wasbar eigenlijk is. Want in het begin was dat gewoon een circus. Je kunt daar gaan wassen, je kunt daar je haar laten knippen, je kunt daar eten. De zondag moeten we gaan brunchen, maar waarom moet ik daar gaan brunchen? Want ik heb eigenlijk een wasmachine. Dus dat was heel moeilijk om uit te leggen aan mensen. Als we dan bekijken wat we met Chéclair gedaan hebben, dat was oké, eclairs in 13 verschillende smaken. Oké, fine. Ah ja. Iedereen weet onmiddellijk waarover je het hebt. Want het is een product dat al bestaat, dat hoeft ook niet, hè, als het product maar makkelijk uit te leggen is. En als mensen weten of dat een product is voor hun of niet. Of dat de moeite is voor hun om in een auto te stappen en naar je toe te rijden of niet. Dus keep it really, really simple. Dat is iets wat we geleerd hebben uit de grote fouten van Wasbar. En dat we door Chéclair te doen echt wel gemerkt hebben dat dat wel werkt. Ja. Over dat uitleggen, daar gaan onze volgende learning over. Dat is Everybody Loves a Good Story. Ik heb uiteindelijk 2 jaar terug een parfum gekocht. Een parfum die kostte €179. Ik heb die online besteld en ik had die nog nooit geroken. En ik heb die alleen maar gekocht omdat ik daar iets over gelezen had. Dat is een parfum ik had proberen kort te houden. 2 gasten zaten aan hun toog, zeiden van Frankrijk, begin van vorige eeuw. De ene was tegen een andere aan het babbelen. Hij zegt, ah, jij riekt goed. Hij zegt, ja, tof, ik ben parfumier uit Parijs. Als je wilt,
kan u dat maken? Die andere type zegt, ah, goed, kan u mijn adres geven? Stuur me maar 8 flesjes op en ook eentje voor mijn broer Bob. Die heeft zo gezegd, zo gedaan. Die gast maakt die flesjes, pakt dat, stuurt dat op, dat komt toe in de States. Uiteindelijk, wat bleek, dat was Kennedy, John Kennedy, en voor zijn broer Bob. Dus uiteindelijk was dat nu de favoriete parfum geworden van de Kennedys. Vanaf dan die een parfum geboomd in Hans Hollywood, overal, iedereen bestelde die een parfum. Ze hebben die een parfum uiteindelijk vorig jaar terug op de markt gebracht en die noemt nu 8 & Bob. Ja, ik vond dat zo fantastisch verhaal, ik moest dat hebben en ik wist niet eens hoe dat daar ook. Zo, allee, dat brengt ons een beetje bij het volgende verhaal. Wij waren even Parijs. Even uitleggen, hier staat een klokje. De reden dat hij zo snel begint te babbelen, is omdat dat klokje heel snel begint te tikken. Ja, dat staat nog op 11 en 10, jongens. Dat is echt nog te weinig, maar we gaan ons best doen. Het volgende... Ik ga even overpakken. Vorig jaar, nadat wij Wasbar verkocht hebben, zijn we... Allez, op het einde van Wasbar ook waren we heel veel aan het reizen, omdat we dat gewoon... Ja, dat is leuk, dat geeft inspiratie. Je bent even weg van je day-to-day. En op een bepaald moment waren we in Parijs. En ook al hadden wij gezworen aan elkaar om nooit meer een concept gelijk Wasbar op te starten, omdat dat met dat personeel en die logistiek, en daar komt zo immenselijk veel bij kijken als je verschillende vestigingen wilt doen, worden gezegd, nooit niet meer. Op een bepaald moment waren we in Parijs, lopen we door de Marais op een zonnige meisje dag, en er staat zo ergens aan een klein pandje staat zo een rij van 25, 30 mensen buiten. Dus ja, je wordt onmiddellijk curieus, hè. Gaat daar naartoe, wat is dit hier, wat verkopen die hier, waarom staan die mensen hier aan te schrijven? Bleek dan een eclairwinkel te zijn. Dus een winkel met alleen maar eclairs. Ik dacht, ja, dan moet dat toch wel heel goede kleren zijn, want als mensen hier staan aan te schrijven... Dus Dries, de Zuttenbeck, kom, we gaan proeven. Wij mee in die rij. Ik had goestingen en aperitief, ik lust niet zo graag patisserie, maar bon, mee naar binnen. 8 euro betaald voor 1 eclair. En die waren verdomd lekker. Die waren echt super, super lekker, maar we voelden zo'n geliefde in die winkel. Er was zo niets meer dan een heel goed product. En laat dat nu net zijn waar wij supergevoelig aan zijn. Hè? Hoe dat de klant zich voelt als hij ergens binnenkomt, als hij iets proeft, als hij in aanraking komt met je merk of bedrijf. Dus we gaan uiteindelijk krijg ik, hij zijn eerst in een eclair, ik krijg ook met een aperitief daarachter. We beginnen ze te vertellen van, allee, daar zit ook zoveel meer in. Je kunt daar toch een heel verhaal rond hangen. Hè? Haha. Moesten wij dat doen? Wij zouden dat chéclair noemen. Ik denk dat dat al na een tweede aperitief was. We schieten in de lach en we zijn zo aan het zeveren van, ah ja, dat is dan toch tof, want dan kunnen daar heel verhaal rond hangen van wie is Claire. Hè? Dus wij beginnen, Claire, dat is een vorig model, die heeft heel de wereld gezien, dat is een Parisien, het kan er allemaal niet veel schelen, maar eigenlijk toch ook wel, maar het mag gewoon niet geweten zijn. Dus zij zou zeggen tegen een designer, zet gewoon op die vitrine Eclair, dat ze weten wat ze hier kunnen komen kopen, Eclair. Totdat Claire dat dan uiteindelijk ziet en die ziet van, ja, maar ja, wacht, Claire, het zijn wel mijn Claire, ik ben wel fucking Claire. Hè? Dus die pakt haar lippenstift uit haar zak, die gaat naar die vitrine, die begint daar te schrappen, hup, van, voilà, het zijn mijn Claire's, punt, geen zever. En dat vinden wij tof, dat vinden wij geweldig, om vanaf dan in ons hoofd bestaat Claire. Er wonen daar nog wat mensen, maar Claire woont daar zeker. Wat dat heel tof is, is dat wij vanaf dan Hans, ons verhaal of Hans verhaal van de zaak hebben kunnen gaan aftoetsen met... Wat vindt Claire? Of wat zou Claire doen in deze situatie? Bij elke beslissing wist zowel Dries als ik, wij moeten niet beslissen, Claire gaat beslissen. Dus je kunt soms een verhaal gaan schrijven om naar de buitenwereld te gaan brengen, maar soms is een intern verhaal even sterk. En houdt dat je gefocust en houdt dat iedereen een beetje in dezelfde filosofie. Ja. Ja, dat is dan Claire in ons hoofd. Hè. Nee, dus, en dat is voor ons een heel belangrijk verhaal dat jullie vertelt van hoe dat Claire is. We hebben dat geprobeerd om dat dan heel hard over te brengen in alles. Zowel in packaging als interieur, als in product design. We hebben wat jullie zegt, van die Parisienne ex-model die haar kleren koopt in luxe boutiques. Ja, chez Claire moest geen patisserie zijn. Zij wou alles behalve dat dan patisserie was. Zij wou dat eruit zag, eigenlijk een van haar luxe boutiques waar ze naartoe ging. En op basis daarvan hebben we eigenlijk dat interieur gemaakt. Nu, dat verhaal is ook maar één ding natuurlijk. Hè. Je kunt dat zelf in je hoofd hebben, je kunt dat zelf gebruiken als touchpoint. Maar daarom moeten uw klanten dat ook wel nog verstaan. Nu, uiteindelijk zijn wij wel tot het punt gekomen, als dat verhaal zo klopt, en als zowel packaging, storytelling, design als interieur, als dat eigenlijk klopt, dan is dat niet zo heel moeilijk om dat te snappen als klant. Oké, die een swoosh door die E, dat de gimmick is, dat we dat moeten vertellen tot daaraan toe. Maar uiteindelijk snappen mensen wel het ganse verhaal waar dat om draait. Maar moesten ze dat toch nog niet snappen, dan hebben we voor Chez Claire nog een magazine gemaakt dat we bijgaven, waarin dat ganse verhaal dan nog een keer verteld werd. Onze vierde tip, of learning, dat is
allee, voor ons echt een hele belangrijke partner-up. Daarmee bedoel ik niet dat je altijd moet in business gaan met je echtgenoot, want dat heeft ook negatieve kanten. Maar laat ons zeggen dat uiteindelijk toch altijd positief is gedraaid. Nee, dat is plezant, hè. Weet je, je hebt een partner in crime, letterlijk. Ik bedoel, de ene dag heb je geen goesting, de andere dag heb je wel goesting. En toevallig is dat... compenseert dat al wel een keer. De ene dag zie je het eigenlijk niet meer zitten. Of hij is juist een BTW-aanslag gehad en hij zoiets van, god, doe ik er eigenlijk echt geen goesting meer in. En is dat wel de andere die zoiets heeft van, kom, hé, gast, kom jong. En we gaan verder. En uiteindelijk, die een partner-up, waarmee bedoelen we daar ook, is probeert ook gewoon echt goed na te denken over hetgeen waar je echt goed in bent. Omdat als ondernemer is het heel verleidelijk of heel verraderlijk om zelf dingen beginnen te doen. Hè. Ik weet nog, de eerste website van Wasbaar ben ik zelf beginnen aan prutsen. Uiteindelijk steekt er ook zoveel tijd in. Tijd die je veel beter op een ander vlak inzet en die veel meer opbrengt als je die een tijd gebruikt om de dingen te doen waar je echt goed in bent. En voor een klein budget laat eigenlijk een andere partner dat doen. Dat ziet er dan ook nog een keer veel beter uit en je moet er jezelf geen zorgen in maken. Nou, ook een beetje hetzelfde wat we gedaan hebben voor Wasbaar bijvoorbeeld. Wij kregen van de bank geen lening. Er waren twee jonge gasten. We hadden juist een huis gekocht, maar we hadden wel wat centen nodig voor die inrichting van Wasbaar te doen. En we zaten bij de bank, een beetje dom van ons, maar we hadden onze job al opgegeven voordat we bij de bank gegaan waren. Dus het moest wel in orde komen. En dan zijn we bij de bank gegaan en dan zeiden we van ja, we willen eigenlijk een krediet voor een inrichting van dat. We hebben dat zo te vertellen, ik had dat nooit vergeten, die bankdirecteur. Die zei, ja, maar meneer Renaud, zeg nu nog een keer duidelijk, dat wordt dan een café en dan kun je daar ook iets eten en daar kan je dan ook je was doen en gaat daar dan ook opreten doen. Ja, maar wat voor een circus is dat eigenlijk? Dus wij kregen geen krediet. Uiteindelijk hebben we dan een stap verder beginnen denken en dan dachten we van, hey, tja, in principe met wasmachines, daar zit toch nog iets in. Er moeten toch andere mensen zijn, andere merken zijn die daar iets aan hebben om daarmee naar de consument te gaan. We zijn toen eigenlijk op de boer gegaan, we zijn naar Electrolux gestapt, we zijn naar Ecover gestapt, we hebben gans ons verhaal verteld, we hebben ons een beetje gepositioneerd als live showroom, waarbij dat mensen in contact komen met het product. En zij hebben ons uiteindelijk gezorgd voor de broodnodige investering. En dan, nadat die investering rond was, heeft de bank ons wel geloofd voor ons volgende opstarten. Amai. Dat is echt... ja, eentje waar jij ook ongelooflijk gelukkig van wordt, is om klanten gelukkig te maken en om klanten gelukkig te zien. Omdat wij beseffen dat er is geen kunst aan een product één keer verkopen. Ik denk dat iedereen in de zaal dat weet. Eén keer iets verkocht krijgen is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar daar gaat de winst op draaien. Waar gaat de winst uiteindelijk van komen? Van de klanten die terugkeren. En hoe kunnen de klanten laten terugkeren? Door te zorgen dat ze gelukkig zijn. Dus dat begint met een product. Een product dat is wat je belooft dat het is. En dan begint al de rest. Dan zorg je dat je klant net iets meer krijgt. Je zorgt dat hij vriendelijk is. Je zorgt dat bij ons in Chéclair vonden we het heel belangrijk dat ons personeel niet het zakje schoof naar de mensen, maar aan de telkens opnam en gaf. Dat zijn die ogen kijken. Dat voelt van, hey, hoe druk dat ook was, maakt het niet uit, ik ben hier niet maar een nummer. Maar dat een dag van vandaag, waar wij ons ongelooflijk kunnen aanstoren als je naar een of andere klantendienst belt. Waarom belde? Niet om te zeggen, hey, alles goed met mij, je product is top. Nee, je belt omdat je een probleem hebt. En wat is dan de volgende vraag? Heeft u een klantennummer? What the fuck, ik weet dat die facturen helemaal niet zijn. Ik heb daar nu geen tijd en geen zin in. Ik wil nu geholpen worden. Ja, meneer, maar ik heb toch uw klantennummer nodig. Dan mogen op dat moment hadden daar echt geen nood aan. En dan voelde u letterlijk ook gewoon een nummer. En ik snap dat in heel veel bedrijven dat voor praktische redenen is, anders zouden ze het zoveel niet doen. Maar there must be another way. En heel veel bedrijven zouden gewoon even een keer een uurtje per week moeten samenzitten en met het team denken, hoe kunnen wij de ervaring voor de klant gewoon toffer maken? Je moet binnen dat u niet direct een oplossing hebt en dat moet niet implementeerbaar zijn, maar gewoon het feit dat je jezelf daar constant aan remindert, één keer in de week van, hey, het is die een klant, hè? Want dat geld is één ding, maar die een klant moet blijven terugkeren en die mag zeker niet weglopen. De volgende ga ik redelijk kort overgaan, maar dat is wel een hele belangrijke, want de dag van vandaag worden we rond ons oren geslaan met alles wat dat social media is, wat dat online advertising is, wat dat e-mailing is, wat dat internet is. Maar we vergeten soms ook dat er ook nog een groot stuk klassieke media is. En uiteindelijk is er een groot pak journalisten in België en over de ganse wereld die elke dag wacht op nieuws en zoekt achter nieuws om het eigenlijk in een gazet te krijgen. Want die gazetten moeten nog elke dag gevuld worden. En uiteindelijk, hoe dat getraaid of keert, je mag nog zo'n internetcampagne gaan lanceren. Als je uiteindelijk een grote pagina in het laatste nieuws of in het nieuwsblad hebt, dat is een gigantisch pak mensen dat ziet. En het is maar gewoon een beetje dat nieuws zelf te gaan
voorkomen of daar een goed PR-bureau voor onder de arm te gaan nemen om te zorgen dat dat nieuws effectief in de media geraakt. En ja, het is echt een mediamix. Sommige bedrijven of mensen die wij aan het helpen zijn, die hebben zoiets van, ja, maar ja, ik wil op online communiceren, maar ik wil offline niks gaan doen. Ja, dat is, allee, wij echt adviseren altijd van nog echt te gaan voor die totaliteit, want je mag echt niet vergeten hoe krachtig dat is. En daardoor, mensen vinden ook, ja, als je in de krant staat, dan hebben dat dikwijls zo, ah, staat weer in de krant. En dan denkt iedereen dat je ondertussen ook sloten geld aan het verdienen bent, wat dan niet altijd wist, maar dat is wel goed, want ze zien je als succesvol. En mensen, they want to be part of the story. Dus als ze iets succesvol zien, dan willen ze dat ook hebben, of ze willen daar geweest zijn, of ze willen daarmee in aanraking gekomen zijn. Wat dat tof is ook, door de media-aandacht hebben wij in het verleden ook een paar awards gewonnen. Wat dat tof was, omdat zo zijn wij op de radar gekomen van de grotere bedrijven, waaraan wij altijd al onze nest verkopen, dus dat is dan tof. Maar dat is hoe dat een consument u percipeert, hè? Maar ook uw B2B-klant, want ah, die zijn weer een award gewonnen, weer een gezet, met die moeten we gaan samenwerken. Wat dat wij geleerd hebben, is dat de definitie van iemand anders over uw succes niet hetzelfde is als hoe dat wij succes voor onszelf zijn beginnen percipiëren. Want voor ons, en we hebben dat geleerd van een goede vriendin van ons, Inge Gerens van CV Warehouse, heeft ons op een bepaald moment gezegd, succes hebben voor mij, dat is op zondag tijd hebben voor mezelf en voor mijn kinderen en geld op mijn rekening hebben om te doen wat ik goesting in heb die dag. En vanaf dan, we hebben dat één keer gehoord, en vanaf dan is dat ook ons doel geworden. Succes is niet altijd het meeste geld, maar je moet ook tijd hebben om dat geld op een kwalitatieve manier te spenderen. Dus het je succes hoe dat mensen je zien en het succes wat dat voor jezelf succes zou moeten zijn. Amai, de achtste learning voor ons is ontdek de wereld. En dat is makkelijk gezegd. Hè, van als je ons daar dan ziet, zo aan de Grand Canyon, dat is wel tof voor de wereld ontdekken. Maar we bedoelen dat eigenlijk veel breder. Ontdek de wereld is van blijf niet gewoon binnen je bedrijf, met je oogklappen op, kijken naar wat er daar aan het gebeuren is. Want het gebeurt allemaal daarbuiten. Hè. Uiteindelijk hebben wij zoiets van, wij hebben het meest geleerd door te gaan reizen. Wij leren het meest over hospitality, over retail, over trends en over nieuwe concepten door effectief buiten te komen. En door dat buiten te komen is niet alleen fysiek de vlieger pakken en ergens naartoe gaan, maar dat is evengoed gewoon met een uur tijd dat je over hebt, een keer op internet te gaan surfen en dan niet je Facebook down te scrollen of niet gewoon puur je Instagram feed te gaan liken, maar om een keer naar een insider of een keer naar een best concept in the world of allee, dan een keer veel breder te gaan zien. En dat is geen verloren tijd. Ook al voelt dat misschien op dat moment zo, de dingen die je daarvan van oppikt, kunnen zo hard meepakken en kunnen zo meedragen naar je eigen bedrijf. Ja, er zitten over heel de wereld stromingen. Hè. Je voelt die niet altijd en je kunt daar niet direct je vinger op leggen. Maar als je niet buiten komt, ga je die stromingen nooit voelen, bewust of onbewust. Dus kunnen ze ook niet gaan implementeren. De volgende slide, we gaan moeten bijna afronden, dus we gaan er even wat rapper doorheen. De volgende slide, dat is een beetje een scary image. Maar de wereld is aan het veranderen. Hè. En grotendeels door hoe wij ons als consument ook gaan gedragen en hoe wij als bedrijven, als corporations bezig zijn vooral met ons product en met onze leefwereld, dat we een beetje vergeten wat er daar buiten aan het gebeuren is. Nu, met alle klimaatmars en alles wat er is, zijt daarvoor, zijt daartegen, gelooft erin of gelooft er niet in. Maar de generatie die vooral achter ons komt, dat is onze consument van morgen. Dat is de kapitaalkracht, de mens van morgen en van overmorgen. We moeten nu al ons bedrijf aanpassen aan die consument. Wij moeten niet wachten tot al onze leveranciers oplossingen hebben verplastic. We kunnen opnieuw dat uurtje in de week gaan gebruiken van, hoe kunnen wij daar nu een keer iets aan gaan doen? Niet altijd om de grote Jan te willen afhangen, om het meest ecologische bedrijf te worden, maar gewoon om klaar te zijn voor morgen, want die consument die komt er ook aan. Die gasten zijn nu allemaal aan het afstuderen. Hè. Morgen hebben die een job en hebben die geld. Een van de tofste voorbeelden uit mijn nieuwe omgeving nu, Sandra Beccari is een goede vriendin van ons. Ik heb een andere goede vriendin van mij en she hates her. Die heeft echt zoiets van, zij moet niet zeggen dat ik moet vermagen. En. Omdat haar product niet bereikbaar was. Omdat mijn andere vriendin is single, die werkt in het onderwijs, in het avondonderwijs. Die heeft weinig tijd om te koken, dus het is altijd rap. En ze is single, dus ze moet dan altijd groenten gaan inkopen die ze niet volledig verwerkt krijgt. Nu heeft Sandra Beccari met Foodback de samenwerking en sinds kort kun je ook voor één persoon bestellen. Mijn hating friend is nu een van de grootste fans geworden, want het product is bereikbaar voor haar. De demografie verandert constant. We zitten met meer singles dan ooit. En zij heeft nu eindelijk toegang tot een product dat iedereen al had, maar dat zij eigenlijk wou haten, want ze had er geen toegang toe. Of het was te lastig voor haar om dat product te kunnen kopen. Dus gewoon even stilstaan bij wat er gebeurt in de demografie en in de wereld. En dat klokje blijft maar tikken. Kom maar, sluit af. En last but not least, wat we graag mee afsluiten vandaag, is trust your gut feeling. Want hadden wij
geluisterd naar iedereen die tegen ons zei wat we moesten doen, we hadden nooit niks gedaan. Uiteindelijk hadden wij een goede job. We hadden een 13e maand, we hadden vakantiegeld, we hadden een bedrijfswagen. We hadden eigenlijk alles wat een goede werknemer heeft. En toch hebben we dat opgegeven om een wasserette/café te gaan beginnen. Tegen iedereen, en er is geen uitzondering, tegen iedereen dat wij dat toen vertelden, hebben we ons allemaal één op één gezegd, oh, zou je dat wel doen? Zit jij toch goed? Zit jij toch op je gemak? En verdient jij toch goed? Ook al stonden wij daar 100% achter wat we gingen gaan doen. Dus dat gut feeling is alles. Want als je zelf niet 100% gelooft in wat je wilt gaan doen, dan kun je ook niet ervoor zorgen dat je consument dat gelooft. En als je zelf achter je product staat, dan heb je alle tools in handen om ervoor te zorgen dat je consument ook achter je product staat. En dan uiteindelijk is de enige manier om zelf nog content te zijn en ook gelukkig te zijn in hetgeen wat je de hele dagen doet. En daarmee gaan we afronden. Dank je wel allemaal. Merci, geef nog een keer groot applaus.